Hallo, mijn naam is Remy Wildschut, CFO en co-founder van WeGroup. En vandaag wil ik het kort hebben over de subsidiemogelijkheden en steunmaatregelen voor makelaars via het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Kortweg, Vlaio. Belangrijk om te weten is dat de informatie in dit filmpje enkel geldt voor Vlaamse KMO's. Ben je niet 100% zeker of jouw onderneming valt onder een KMO-statuut? Kijk dan snel even via deze link. Er is via Vlaio een enorm kluwen aan steunmaatregelen aanwezig, waardoor het soms een beetje moeilijk is om het bos door de bomen te blijven zien. Daarom focus ik vandaag slechts op twee steunmaatregelen die toepasselijk zijn voor verzekeringsmakelaars en ook zeer eenvoudig zijn in de aanvraag. Dat is enerzijds de KMO-portefeuille en anderzijds de KMO-groeisubsidie. De KMO-portefeuille is kortweg financiële steun voor de aankoop van diensten ter verbetering van je onderneming. Dit is zeer ruim. Het kan gaan over een specifieke opleiding, het opstellen van een marketing- en of communicatieplan, tot zelfs het maken van een investeringsanalyse. Er zijn slechts twee belangrijke voorwaarden aan verbonden. 1. Je kan enkel beroep doen op diensten van erkende dienstverleners binnen Vlaio. Daarvoor verwijs ik even naar de website waar je snel kunt opzoeken of jouw dienstverlener erkend is. En 2. Je kan slechts 20-30% steun aanvragen voor verschillende dossiers, maar met een maximum van €7.500 per jaar. Het voordeel van de KMO-portefeuille is dat de indieningsprocedure ontzettend eenvoudig is. Je hoeft slechts even naar de website van Vlaio te gaan, in te loggen op de link van de overheid via It's.me en dan kom je terecht op een relatief eenvoudig formulier dat je vervolgens kan invullen. Je zal hiervoor ongetwijfeld een korte handleiding krijgen van je dienstverlener. Als de gegevens correct worden ingevoerd, wordt de subsidie quasi onmiddellijk goedgekeurd en onmiddellijk gestort. Snel en eenvoudig dus. Dat ligt een beetje anders bij de tweede subsidie voor vandaag, namelijk de KMO-groeisubsidie. De KMO-groeisubsidie is zeer gelijkaardig aan de KMO-portefeuille. Het betreft wederom een project ter verbetering van de onderneming, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitaal klantenportaal. Het verschil met de KMO-portefeuille is dat de KMO-groeisubsidie enkel kan worden aangevraagd voor projecten van meer dan €20.000 en moet kunnen aansluiten bij één van de vier focusthema's van de Vlaamse overheid. Digitalisering, internationalisatie, duurzaam ondernemen en innovatie. Het is belangrijk om op te merken dat de KMO-groeisubsidie nog maar sinds begin 2021 in een nieuw jasje zit, waardoor je bij interesse best even contact opneemt met Vlaio om te sparren over je potentiële dossier. Er zijn namelijk nog een aantal onduidelijkheden die de komende weken en maanden zeker zullen worden weggewerkt. Ik verwacht met name dat er nog een online template zal beschikbaar worden die je helpt bij het opstellen en invullen van je dossier. Wat we wel al weten is dat er dit jaar 3 oproepen zullen zijn, van telkens 2 maanden, waarbij je dossier kunt indienen, waarvan de eerste in maart, de tweede in juli en de derde in november. Kort samengevat, zowel de KMO-portefeuille als de KMO-groeisubsidie kunnen interessante steunmaatregelen zijn voor Vlaamse makelaars die vallen onder een KMO-statuut. De KMO-portefeuille is een beperkte subsidie, maar zeer snel en eenvoudig aan te vragen. De KMO-groeisubsidie vraagt een stuk meer tijd en werk, maar geeft ook recht op hogere steun. Heb je nog vragen over deze steunmaatregelen? Stel ze gerust in de comments en dan kijken we er snel naar.